Nijmeegse studenten zijn de beperkende regeltjes van de Radboud Universiteit meer dan zat. Ze noemen de universiteit de betuttelkampioen van Nederland. Als protest hebben ze op de campus gratis bier uitgedeeld. Jorie Faber van De Vrije Student legt uit waarom ze dit doen. Het is op de Radboud Universiteit niet mogelijk om voor 4 uur 's middags een biertje te halen. Dat vinden we heel erg raar. En aangezien het niet verkocht mag worden, hebben we er besloten om het uit te gaan delen. Het is niet mogelijk om op maandag in het restaurant een kroketje te halen. Je mag in de supermarkt geen flesje wijn bestellen of een sigaret kun je niet kopen daar. Nou, dat vinden we heel erg gek. Dat je om 4 uur geen bier mag bestellen, vinden we heel erg raar. En daarom hebben we dus besloten om bier uit te delen, om een signaal af te geven. Dat is heel erg gek is dat de universiteit allemaal gekke regeltjes bepaalt. De beveiliging kwam inderdaad langs en dat is jammer. Maar ja, we hebben ons misschien niet helemaal aan de regels gehouden. Die gekke regels waar wij dus niet mee eens zijn. Maar ja, dan moeten we ook gewoon ons verlies nemen en dan moeten we weggaan. Voor mij hebben we wel heel goed signaal achtergelaten dat het heel erg raar is dat de universiteit zich met hele rare kleine dingetjes bezig zijn en niet met de grote dingen gewoon goed onderwijs geven, want daar nou ja, valt nog veel te verbeteren. We hebben een stuk of 50 biertjes uitgedeeld. De fus is nog niet helemaal leeg, maar ja, misschien moeten die zelf maar gaan opdrinken dan.